Er bestaat een onderscheid uit Andersens Spoken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Andersens Spoken en Vertellingen door Hans Christian Andersen, naverteld door Simon Jacob Andriessen. Er bestaat een onderscheid. Het was in de meimaand. De wind blies nog koud, maar de lente is er, zeiden bomen en planten, bos en beemd. Het wemelde van bloemen tot zelfs in de boomgaarden en daar bepleitte de lente zelf haar zaak. Zij predikte van een kleine appelboom. Daarin zat een enkele tak, fris en bloeiend, met fijne, rozenrode knoppen als bezaaid, die op het punt waren zich te ontsluiten. Hij wist zeer goed hoe schoon dit was, want het zit in het blad zowel als in het bloed. Daarom verwonderde het hem ook niet, toen er een deftig rijtuig voor hem stilhield en de jonge gravin zei dat een appeltak het prachtigste was wat men zien kon. Het was de lente zelf in haar heerlijkste openbaring. De tak werd afgebroken, ze nam die in haar fijne hand en beschaduwde hem met haar zijden parasol. Toen reden ze naar het kasteel, waarin zich hoge zalen en prachtige kamers bevonden. Heldere, witte gordijnen hingen er voor de ramen en heerlijke bloemen stonden er in schitterende, doorzichtige vazen en in een ervan, die als uit vers gevallen sneeuw gesneden was, werd de appeltak tussen frisse, lichte beukentakken gestoken. Het was een lust om hem te zien. Nu werd de tak trots, en dat is immers menselijk. Er kwamen mensen van verschillende soorten in de kamer, en al nadat zij iets scholden, durfden zij hun bewondering te kennen geven. Enigen zeiden niets, anderen weer te veel, en de appeltak begreep dat er een onderscheid tussen verschillende planten en gewassen bestaat. Enkele zijn voor de pronk en anderen om te voeden. Er zijn er ook zulke die men geheel zou kunnen missen, dacht de appeltak, en daar hij vlak voor het open raam stond, waaruit hij in de tuin en op het land kon zien, had hij bloemen en planten genoeg om te bekijken en daarover na te denken. Daar stonden rijken en armen, enige zelfs te armoedigen. Arme, verstoten planten, zei de appeltak, er bestaat toch een onderscheid. Hoe ongelukkig moeten zij zich gevoelen, als zij tenminste zo gevoelen als ik en mijn gelijken. Wel bestaat er een onderscheid, maar dat moet er ook wezen, want anders waren ze immers allemaal gelijk. En de appeltak zag met een zeker medelijden in zonderheid op een soort van bloemen neer, die in menigte op de velden en aan de sloten stonden. Niemand maakte er een ruiker van, ze waren veel te alledaags. Ja, men kon ze zelfs tussen de straatstenen vinden. Ze schoten als het ergste onkruid tevoorschijn en droegen de lelijke naam paardenbloemen. Arme, verachte plant, zei de appeltak, je kunt er niets tegen doen dat je die lelijke naam die je draagt gekregen hebt. Maar met de planten is het evenals met de mensen. Er moet onderscheid wezen. Onderscheid, zei de zonnestraal en kuste de bloeiende appeltak, maar kuste ook de gele paardenbloemen buiten op het land. Alle broeders van de zonnestraal kusten ze, de arme bloemen zowel als de rijke. De appeltak had nooit over Gods oneindige liefde jegens alles wat er leeft en zich beweegt nagedacht. Hoeveel schoons en goeds er verborgen, maar niet vergeten kan liggen. Doch ook dat was menselijk. De zonnestraal, de straal des lichts, wist het beter. Je ziet niet ver, je ziet niet duidelijk. Wat is de verachte plant die je vooral beklaagt? De paardenbloem, zei de appeltak. Nooit wordt er van een ruiker gemaakt. Ze wordt met voeten getreden. Er zijn er te veel van, en als ze in het zaad schieten, dan vliegen zij als klein gesneden wol over de weg en hechten zich aan de kleren der mensen. Onkruid is het, maar ook dat moet er zijn. Ik ben er werkelijk zeer dankbaar voor dat ik niet een van die bloemen geworden ben. En over het land huppelde een troep kinderen. Het jongste daarvan was nog zo klein dat het door een der ouderen gedragen moest worden. Toen het tussen de gele bloemen in het gras neergezet werd, lachte het luid van vreugde, trappelde met zijn voetjes, wentelde zich in de rondte, plukte slechts de gele bloempjes en kuste ze met een bekoorlijke onschuld. De grotere kinderen braken de bloemen van de lange stelen af, bogen deze rond en schakelden ze aan elkaar vast, zodat daarvan een ketting ontstond. Eerst een voor de hals, toen een om die over de schouders en om het lijf te hangen, en toen nog een om die op de borst en op het hoofd vast te maken. Dat was een pracht van groene schakels en kettingen.
Maar de grootste kinderen grepen de uitgebloeide bloemen voorzichtig bij de steel vast, waarop de gevederde zaadkroon stond. Deze losse, luchtige wollen bloem, die een echt kunststuk is, hielden zij voor de mond om haar ineens geheel uit te blazen. En wie dat kon, kreeg, zoals grootmoeder zei, nieuwe kleren voordat het jaar ten einde was. De verachte bloem was bij deze gelegenheid een profetes. Zie je wel, zei de zonnestraal, zie je haar schoonheid, zie je haar macht? Ja, voor kinderen, antwoordde de appeltak. En een oude vrouw kwam op het land en groef met haar stomp bot mes rondom de wortels der plant en haalde deze uit de grond. Van enige van die wortels wilde zij koffie zetten, de andere wilde zij aan de apotheker verkopen. Schoonheid is toch iets hogers, zei de appeltak. Slechts de uitverkorenen komen in het rijk van het schone. Er bestaat een onderscheid tussen de verschillende planten, evenals er een onderscheid tussen de verschillende mensen bestaat. De zonnestraal sprak van Gods oneindige liefde, die zich in het geschapene openbaart, en van alles wat leven heeft, en van de gelijke verdeling van alle dingen in tijd en eeuwigheid. Ja, dat is nu uw mening, zei de appeltak. Er kwamen mensen in de kamer en de jonge schone gravin kwam ook. Zij, die de appeltak in de doorzichtige vaas neergezet had, waar het zonlicht scheen, zij bracht een bloem, of wat het anders wezen mocht, mee. Het voorwerp werd door 3 of 4 grote bladeren verborgen gehouden, die als een zakje daaromheen zaten, opdat geen tocht of windvlaag daaraan schade zou toebrengen. En het werd zo voorzichtig gedragen, als dit met een appeltak nooit gebeurd was. Voorzichtig werden nu de grote bladeren verwijderd en men zag de fijne, gevederde zaadkroon van de gele, verachte paardenbloem. Deze was het die zij zo zorgvuldig afgeplukt had, zo zorgvuldig droeg, opdat niet één van de vele fijne vezeltjes waaruit zij bestaat en die loszitten zou wegwaaien. Ongedeerd droeg zij deze en bewonderde haar schone vorm, haar eigenaardige samenstel, haar schoonheid die zo in de wind zou verwaaien. Zie eens hoe verwonderlijk lieflijk God haar gemaakt heeft, zeide zij. Ik wil haar met de appeltak tegelijk uitschilderen. Deze vinden alle zo onbeschrijfelijk schoon, maar ook deze arme bloem heeft op een andere wijze evenveel van de goede God gekregen. Hoe verschillend zij ook wezen mogen, toch zijn zij beide kinderen in het rijk der schoonheid. De zonnestraal kuste de verachte bloem en de bloeiende appeltak, welks bladeren daarbij schenen te blozen. Einde van Er bestaat een onderscheid.